Goeiedag daar, welkom allemaal. Ik met mijn en jij met jouw verhaal. Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn. Alles mag er zijn. God, ik vraag u, kom in onze kring. Wees erbij wanneer ik bid of zing. Ik met mijn en u met uw verhaal verteld in onze taal. Wat fijn dat je er bent bij Bram op de Buis. Bram op de Buis? Daar is een stoel, maar zijn stoel is leeg. Zullen wij samen even Bram roepen? Ik tel tot drie en dan roepen we heel hard Bram. 1, 2, 3. Bram! Zullen we dat nog een keertje roepen? Bram! Marjan, Marjan! Hé, Bram, daar ben je! Ja! Bram. Als je hoest, moet je kuchen in je elleboog. Oh, in je elleboog. En waarom? Ja, want als je moet kuchen, kan het zijn, of hoesten, kan het zijn dat je andere mensen ziek maakt. En daarom hebben we met z'n allen afgesproken dat we gaan kuchen in onze elleboog. Goed hoor, Bram. Goed hoor. Maar ben je boos? Boos? Hè? Hoezo dan? Nee, ik ben helemaal niet boos. Maar je zit zo ver weg. Dat klopt. Ik zit ver weg. Weet je waardoor dat komt, Bram? Nee. Door het corona. Corona? Wat is dat? Corona? Ja, dat is een nieuwe ziekte. Hij lijkt een beetje op de griep. En hij is besmettelijk. En weet je wat besmettelijk wil zeggen? Nee. Besmettelijk wil zeggen dat als je je niet goed beschermt, dat je andere mensen ziek kan maken. Oh, dat is niet fijn. Maar ik ben eigenlijk wel boos. Vertel. Nou, ik mag niet naar buiten en ik wil zo graag naar buiten. Maar het mag niet. En dat is nou een van de afspraken die we met z'n allen hebben gemaakt. We blijven met z'n allen zoveel mogelijk binnen, zodat we elkaar niet ziek kunnen maken. Maar het is zo saai. Ja. Ja, vind ik eigenlijk ook wel een beetje. Maar, ik heb eigenlijk wel een idee. Het hoeft niet helemaal zo saai te zijn. Bram, zouden we niks kunnen verzinnen? Kijk eens. Een gitaar? Ja, zullen we een liedje zingen? Ja, een liedje, dat is een goed idee! Ja, en kijk eens, Bram. Een boekje. Ja. Ga me een boekje voorlezen. Zal ik jou een verhaal vertellen? En dan vertel ik voor jou ook hetzelfde verhaal. Kan jij meeluisteren? Ja, goed idee. Oké, Bram. Zullen we dan maar? Ja! Nou, ik pak mijn gitaar. En ik geef jou jouw muziekinstrument. Oké. Okay. Zo. Nou. Okay. Even dit wegzetten. Zo. Ons hart kan niet op slot. Oké. Alles kan op slot. Alle deuren en ramen. Maar één ding heeft geen slot. Het hart met onze namen. Alles op slot, niet het hart in onze borst, dat klopt en klopt en zingt, wij horen allemaal samen. Alles kan op slot, alle deuren en ramen, maar één ding heeft geen slot, het hart met onze namen. Alles kan op slot, niet het hart in onze borst, dat klopt en klopt en zingt, wij horen.
nu het verhaaltje van Bernard de Beer. Bernard de Beer en mevrouw Eekhoorn. Mevrouw Eekhoorn is haar dennenappel kwijt. En wat er nu gebeurt, ga ik voorlezen. Bernard loopt door het bos. Daar ziet hij een hele mooie dennenappel liggen, vlak bij het hol van juffrouw Eekhoorn. Even kijkt Beer om zich heen. Nee, hij is helemaal alleen. En stilletjes steekt hij de kostbare dennenappel in zijn jaszakje. De volgende dag is mevrouw Eekhoorn helemaal in paniek. Ik ben mijn dennenappel kwijt, snikt ze. Hij is groot en prachtig. Ik heb er uren over gedaan om hem naar mijn hol te slepen. En toen ik er bijna was, hoorde ik de baby huilen. Toen heb ik de dennenappel aan de rand van de weg gelegd. En toen ik weer terugkwam, was hij verdwenen. Alle dieren van het bos worden stil. Wie heeft mijn dennenappel gezien? Piept Eekhoorn droevig. Bernard houdt zich muisstil. Hij durft niets te zeggen. Hij vindt het zo erg dat Eekhoorn verdrietig is. Hij vindt het zo vervelend dat hij de schuldige is. En toch houdt hij zijn mond. Dat is zonde, dat is jammer, murmelt eigenwijs de uil. Dat is zonde, dat is jammer, fluistert Stelte Ooievaar. Iedereen maakt fouten, dat is niet het probleem. Maar het feit dat je het niet vertelt, dat is zonde, dat is jammer. Ja, murmelt eigenwijs weer, dat is zonde, dat is jammer. Diezelfde avond kan Beer niet slapen. Hij denkt na over de woorden van eigenwijs de uil en mevrouw Stelt de ooievaar. Iedereen maakt fouten, dat is niet het probleem. Maar het feit dat je ze niet vertelt, dat is zonde, dat is jammer. Moet ik dit nu mijn hele leven geheim houden? Denkt hij. Oh, wat is Beer verdrietig. Hij voelt zich zo alleen. Nog steeds is hij blij met zijn dennenappel. Maar tegelijkertijd voelt hij zich heel eenzaam. Hij kan niemand de mooie dennenappel laten zien. Want dan weet iedereen dat hij de dennenappel heeft gepakt. Met zijn wangen vol tranen valt hij in slaap. Dat is zonde dat je het niet verteld hebt, lijkt de nacht wel te fluisteren. De volgende ochtend weet Bernard wat hij gaat doen. Hij springt uit zijn bed. Klaarwakker loopt hij naar de spiegel. Weet je wat? Zegt hij tegen zijn spiegelbeeld. Ik ga het aan eigenwijs de uil vertellen. Hij zal wel weten wat ik kan doen. Bij eigenwijs gekomen, biecht Bernard alles op. Hoe hij de dennenappel heeft gezien en meegenomen heeft en hoe hij het niet durft te vertellen aan Eekhoorn omdat ze zo verdrietig is. Dat is zonde. Dat is jammer, murmelt eigenwijs. Iedereen maakt fouten, dat is niet het probleem. Maar het feit dat je ze niet vertelt, dat is zonde, dat is jammer. Weet je wat, zegt Beer. Ik ga naar Eekhoorn en breng haar de dennenappel. En zo gebeurt het. Beer brengt de dennenappel bij juffrouw Eekhoorn. Uren zitten ze te praten. Wanneer Beer eindelijk naar huis gaat, is hij blij en opgelucht. Oh, wat was het zonde! Oh, wat was het jammer dat hij niets gezegd had! Ah, en wat is het heerlijk nu hij alles verteld heeft. Hij voelt zich weer vrij en blij. We hebben het verhaal gehad. We gaan nog één keer het liedje zingen en dan zijn we alweer aan het eind. Zing je nog een keertje met me mee? Ja! Jij ook, hè, Bram? Ja! Alles kan op slot, alle deuren.